Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag ga ik verder met Half-Life. Ik neem het op in mijn pyjama, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is net morgen, ziet dat ook een beetje aan mijn haar. Ja, ik weet het, dankjewel. Voor ik het hier gebleven heb, dit leuke leveltje voltooid. En voor real, ik vond het zelfs echt vrij leuk leveltje. Het was cool verzonnen. Maar we gaan nu hierdoor. We gaan nu hierdoor, hè. Stel wel, en we zullen zien ja, wat we verder gaan zien. Want dat gaan we zien, snap je? Auw. What happened there? Wat is hier te zien, jongens? Ah, niks. Ah, hallo, wie zet jij nu weer? What the fuck, zijn er nog... Hey, hier nog meer suits. Ik wil een nieuw suit. Oh, zijn we er? Hey, ik vond het ook dat het al lang begon te duren, maar ik ben er precies. We suspect there is an immense overload. Hey, opletten, vriend. By the intense concentration of a single powerful being, you will know it when you see it. I hate to say this, Gordon, but you must kill it if you can. Yeah, you'd better kill it. Of course, you owe us nothing, Mr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Yeah, inderdaad. I know that if you don't wipe it out, there won't be much for you to come home to. Yes. So... If you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. He will open the gates for you, Mr. Freeman. Do hurry. Okay. Don't forget to gear up. And I'll cover you while you're waiting for that portal to open. Ja, oké, kom maar mee. Dus met andere woorden, je hebt net gezegd dat zijn collega daar een portaal heeft om naar de wereld van deze beest te gaan. En je hebt nu zo'n random arm liggen van zo'n beest. Ja, dat is logisch. Kijk naar... Mr. Freeman is a long jump module, created expressly for navigation in the world beyond. Oh, de long jump dingen, eindelijk. Ga terug. Oh. Kijk, wacht zo. Oei, dat is fucking chill, yo. Wacht zo. Oei. Oei. Allee, oh, dat is zo chill. Dit wou ik al heel de tijd hebben. Ik wist dat het in Half-Life was. Wacht, ga je het opzij? Oei. Allee. Oei. Allee, waarom moet alles verpest worden? Oké, okay, even healen. Oké, okay, mooi. Oh. Nou, even een game freeze. Ja. Oké. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat niet beter niet te dichtbij staat, maar die guy gaat dus de portal openen naar hun wereld. Ik ben freaking benieuwd. Ik ben serieus freaking benieuwd. Ik heb ook ergens iets gelezen dat die wereld Scan heet. Xen, dus mijn X. Ja. Dus we moeten wachten tot hij de oké heeft om in de portal te springen. Oh, what the fuck is dat? Rotting. Hey, niet mijn rug. Auw. Oh. Oh, laat me reloaden. Waar is die gast die mij ging coveren? Oké. Dus nu... Oh wow, ik moest helemaal nog niet springen. Seems legit. Nee, nee, dan fucking meent jij niet. Ik sprong tegen zo'n rotting. Wauw. Nee. Oké, ik zit erin, denk ik. Die opa is waarschijnlijk wel dood met al die beesten die ik daar heb achtergelaten, maar dat maakt mij niet zo uit. Holy fuck.
Oh, ik heb kikkenvel, vriend. Dit is motherfucking Xen. Dit is zo ziek. Besef dat het een 1998 game is, hè. Holy fuck. Dit is dus een long jump level, precies. Oh, fucking nice. Rot op. Maar dit is de wereld van die beestjes. Auw joh. Er waren er twee van, ik had dat niet eens gezien. Oh, deze wordt wel leuk. Wacht, dit ga ik niet lang. Auw. Dit is echt heel leuk. Oh joh, dat was een nipte. Oh. Oh lol, ik leef nog. Nice. Oh nice. Nice. Oké. Rot op. Jammer dat ik zoveel geld ben verloren, maar. We hebben al terug geld, dus hè. Hey. Iets. Auw, iets was in mijn rug. Dat zijn die fucking lampen. Volgens mij zijn die lampen. Ja, rot op. Ik ga hierin. Yo. Oh, wat fuck is hierin, joh? What the fuck is dit? Kijk, het zijn precies zo een paar vliegende kaartjes of zo. Cool. Oh, wauw, ik kan het openzetten of zo. Wacht, jij ook, vriend? Auw. Wacht dan. Oh, derde. Gun vasthouden. Oh, nice. Rup. Oh. Rup. Oh, en ben naar de volgende level van Xen. Oké, de eerste level was al vrij makkelijk. De Gonarch Hole. Oh, wauw. What the fuck is dat, joh? Oh, boy. Oh, joh. Het is precies een vrouw, joh. Ja. Oeh. Die zat. Snel weg. Oh, ik snap wat voor een level dit is. Dit is zo'n level van maak het monster kwaad en hij maakt de weg voor jou vrij. Oké, wacht. Oh, wauw. Nee. Oeh. Hoezo leeft hij nog? Jij gaat me niet zeggen dat een beest dat kan overleven. Hallo. Ja, en neemt wel damage, hè. Oké, rocket launcher is rip. Ja, rot op. Doe normaal. Ja, loop maar weg. Ja, maak de weg vrij. Hier ze! Kom achter u. Ah, wat was dat? Ja, ik detecteerde ook, maar ik zag niet wat. Oh. Ze hebben mijn rocket launcher gun dingen gegund. Als dat zelf een zin is. Oh, dat was lucky.
Uh-oh. Ik heb een probleem. Rot op. Haha. Ik ben voorbij gesprongen, afgang. Die roept echt grappig. Echt, je zet een raar ding, vriend. Ah, die heeft zo'n oog van onder of zo. Ja, ja. Is dat een olifant of zo? Opschouten. Oh ja, die dingen doen ook damage. Dat was echt debiel. Oh wow. Oh, ik heb een fucking nice idee. Ga er iets onder staan? Oh. Oké, wacht. Opa Mullen, jongen. Holy shit, deze wereld is echt zo nice. Echt fucking nice wereld. Oh. Had ik er net eentje op mijn eigen. Ik ga gewoon nu al dood. Of ga naar daar. Raar ding. Kan ik hier niet in ofzo? Ah ja, spring maar in de void. Oké, Wouter, ik neem het eventjes over naar 4. Bedankt. Maar zoals u voor u ziet, is er een healing pool. Helaas wist ik op dit moment nog niet dat een healing pool was. Dus daarom ging ik ook mijn health niet regenereren. Sorry voor alle Half-Life fans die ik heb getriggerd. Is hier iets leuk? Want mijn health is fucking laag, mate. Dus zo'n domme headcrab heeft eigenlijk veel geld. Ja, die kleine dingetjes, die mogen echt gewoon op. Auw, godverdomme. Wauw. Wauw. Echt, maar hoe moet ik dat overleven met echt geld? Hoe? Ah, ik moet op dat ding landen. Oh nee, toch niet. Oeps. Geen idee wat er aan het gebeuren is. Maar... Uh-oh. Ik heb hier een heel slecht gevoel over. Waar sloeg dat op? Ja, ja, oké. Oké. Dat was een volle laag, vriend. Uh-oh. Oké, dat ding gaat ontploffen nu. Oké. Oh. Nice, volgende wereld, mooi. Met 2 held, maar dat boeit. Maar besef dat ik maar 2 fucking held heb. Doe normaal.
Maar ja, nee, deze is niet serieus. Maar in deze nieuwe wereld ga ik het laten voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden van Half-Life. Hoewel het een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. En ik zeg ciao.